gewoon, het is vandaag zondag. En als je denkt, wat heb jij voor rode vlek op je voorhoofd? Nou, ik moest net plassen. En we hebben zeg maar, als je zo op de wc zit, zo heb je hier zo de wc-rol hangen. Soms vind ik het gewoon even lekker om er zo tegenaan te hangen. Dus daar is die rode vlek van. Maar het is dus vandaag zondag. Ik ga vandaag foto's maken met Rosa. En ik wilde een Get Ready With Me opnemen. Het is nu nog best wel vroeg. Het is namelijk 9:30. Ik had vannacht bij Miu geslapen. Dus ik ben ook weer vroeg teruggekomen om die video te kunnen opnemen. Want Rosa is hier volgens mij rond 11:30 zoiets. Ik had gisteren ook mijn haar gekruld. Dat is er wel een beetje uit. Maar ik weet wel in ieder geval hoe ik het wil hebben. Dus dat kan ik zo meteen weer krullen. Maar ik ga eerst even beginnen denk ik gewoon met mijn make-up en die video op te nemen. Maar ik ga eerst even lekker een dagkrammetje opdoen. Een trui aan die ik op de foto wil hebben. Deze wil ik ook op de foto hebben, maar niet de plek waar we als eerst in gaan. Goed verhaal. Ja, ik ga even alles klaarzetten voor die video op te nemen. Even alle make-up pakken en zo. En dan een beetje proberen te flieken. Ik heb me klaargemaakt en een video gefilmd. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden geworden. Dat hij leuk gevonden is. Dat hij leuk is geworden en dat jullie hem leuk vinden. Zo, goedemorgen. De trui die ik nu aan heb is van Alex de Leeuw. Maar die komt binnenkort nog in de shoplog. Want ik ga voor jullie een apart shoplog opnemen. Waar deze items in te zien zijn. Het is nu 10:55. Rosa die is onderweg. Dus die komt zo hierheen. Die is hier zo. En dan gaan we op de scooter samen naar de stad toe. En voor de mensen die gaan zeggen van... maar het is quarantaine. Het is, je mag elkaar niet zien. Rosa en ik hebben elkaar al gezien in quarantaine. Dus ja, we zitten allebei de hele dag altijd binnen. Dus en de plekken waar we komen om foto's te maken, daar komt nooit een hond. Daar komt nooit iemand. Dus ja, ik heb mijn haar dus gekruld. Maar het gaat nog wel een beetje uitzakken. Zometeen ook door de scooter en zo. Maar ik vind het wel leuker een keertje dan altijd maar dat stijlen. Dus ja, nou ja, goed verhaal. Ik moest voor Rosa deze schoenen meenemen van een Monkey. Want daar wilde ze een foto mee maken. Dus die neem ik mee. Beneden staan mijn Dr. Martens. Die moest ik ook meenemen. En hier heb ik wat kleertjes voor outfitjes en zo. Dus ja. En ik ga dus ook eventjes langs de Caudi. Dat is een winkeltje in Den Haag. En daarmee ga ik een winactie doen. Dus ik ga eventjes langs het winkeltje om te kijken wat voor winactie we gaan doen. En hoe en wat en zo. Oh dat. Ik vind hier opeens weer mijn earcuff. Oké, die ga ik in doen. Die heb ik toen gekocht bij Reiners Food Fashion. Op aanraden van Stijn. Oh, ja, top dat ik die heb gevonden. Heel leuk. Oké. Ja, ik ga even wachten tot Rosa er is. En dan gaan we naar de stad. Excusez-moi. Sorry. Maar ik heb heel de dag nog niet gevlogd. En het is al 2:30 of zo. Nee, later denk ik. 2:45. En we zijn nu heel de dag foto's aan het maken. Het gaat niet van zijn luie dakje. We hebben niet onze goede dag vandaag. Nee, lukt allemaal maar niet, nee. Dat was best mooi. Maar ja, we hebben hier nu een foto gemaakt. Rosa gaat zich nu eventjes op straat omkleden en ik ook zo. Om nog een foto te maken en dan gaan we er straks... Ik ga er hier nog twee doen, denk ik. Ja, ik had hier ook nog dat bebeige jurkje nog kopen. Oh ja. En doe ik met die lange gekleurde broek doe ik bij die andere. Ja, dan heb ik nog twee outfits voor bij die andere. Ja, ik ook. Top. Top. Zijn we daarover eens? Ja, top. Ja, ja. Hier nog. Ja, ja, helemaal. We gaan nu foto's maken, dus ik zal het wel eventjes aan jullie laten zien hoe wij foto's maken. Ik ga het ook even in de kamer doen. Oké, waar wil je foto's maken? Deze keer. We hebben net patatjes op trouwens. Oeps. Misschien dat ik daar gewoon wil zitten en dan met een witte achterkant. Ja, dat mag. Want ik wil meer de bovenkant erop. Ja. Oei, gaat het vallen? Ik hoop het niet. Kijk, ik heb een leuke. Oh, statief mee. Wat slim. Oh, you don't like me? That's fine. Oké, okay, bye. Oh, voor de mensen die nu gaan zeggen, maar je hebt dat shirtje toch verkocht op United Wardrobe? Ik had zelf een nieuw gekocht bij de Zara. Dus. Helemaal fleur, je hebt het shirtje toch verkocht op United Ik heb mezelf opnieuw gekocht bij de Zara. Alright, let's do it. Maar wacht, ik ga zitten. Ja, oh, je gaat zitten. If you don't like me, that's fine. Even kijken. Oké, okay, bye! Zo, ik moet ook pissen straks. Maar dan zeg maar minder been. Een beetje van bovenaf. Een beetje van boven lijkt me. Oké. Maar dat toch? Ja. Ik had deze ook opgeslagen. Ja, nice hè? Ja, heel leuk.
Dat zie ik dan. Ik zou misschien even kijken of dit er nog ligt. Oké, misschien nog een paar zitten dan. Godzonne. Ja, we mochten wat, hè. Jongens, mijn foto's zijn erop. Ik ga nu even wat anders. Ik weet niet of ze super leuk zijn geworden. Tot sleur wel. Ja. Hallo. Oh, wacht, dit is leuk. We hebben een vlogception. Een vlog in de vlog. Oh my god. It's so nice. Ja, leuk. Leuk. Die hele auto roepen. Oh nee, ik wilde deze hier natuurlijk. Ja. Ja, wat dom van je. Wat dom. Dom, dom. Dom, dom, dom. Moet ik hem even voor je stoppen? We beginnen ook gewoon echt kut te worden allebei. Dat we echt kut worden. We zijn op onze laatste bestemming. Ik mag even Rosa haar schoenen lenen. Voor de outfit. They are not alive. Nou, het past er gewoon wat goed. Ja, het is op zich ook gewoon een maat 36 dus. Oh, echt joh? Ja, joh. Maar waarom koop je dan schoenen in 36 als je altijd zegt dat je 37 hebt? Ja, omdat ik van deze maat 36 heb. Oh. Ik zei dus laatst tegen mijn moeder, ik zweer dat ik vroeger maat 37 heb gehad. Ja, ik heb elke week een andere maat. Misschien heb ik gewoon zo vaak 36 aangehad dat mijn voeten gewoon zijn gekrompen. Oh ja, goed dit. Oh, ze staan niet leuk ook onder. Maar mijn broek is wel echt rete statisch. Nou, ik heb leuke schoentjes aan. We hebben elkaar schoenen aan. Ja. Je mag ze wel houden, dan houd ik deze wel. Ja, ja, doe maar. Oké, okay, nee, wij gaan... Voor mij wordt dit het ene laatste fotootje. Ja, ik heb er nog... Denk ik. Twee. Oké, okay, en walk. We zijn klaar! We hebben foto's gemaakt. We hebben nu alles erop staan, hè? Juist, mij! We gaan nu ons eventjes terug aankleden, maar er vaart een boot langs. Even wachten. Dan ga ik even een broek aantrekken. Dan gaan we naar huis. Zet ik Rosa bij haar auto af. Dan ga ik mijn kleren opruimen, eten. En dan vanavond bij Milan slapen, want die is vorig jaar. Ik moet nog even kijken of ik cadeaupapier heb om zijn cadeau in te pakken. Dat ben ik vergeten. Ik had een verjaardagskaart. Dat is echt leuk. Zo, ik ben weer een tijdje thuis al. Echt al een uur. Maar ik zat heel de tijd nog... aan de eettafel. Ik heb niks gedaan. Nou ja, ik heb nu eventjes mijn tas uitgepakt waar die kleding in zat en zo. Het is ondertussen alweer 5:30. En ik ga nu eventjes naar beneden. Ik wil even een tosti voor mezelf maken, want daar heb ik zin in. En... even mijn vlog voor morgen bewerken. Die had ik wel al een stukje bewerkt. Maar die ga ik eventjes afmaken. Zodat ik die online kan zetten. Dan hoef ik dat morgen niet te doen. Morgen is Milan jarig. En echt, de foto's zijn heel erg leuk geworden met Rosa. Gelukkig. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En jullie moeten zeker deze week mijn Instagram in de gaten houden. Waarschijnlijk wordt het vrijdag. Maar weet de dag nog niet helemaal zeker. Maar als het goed is vrijdag, komt er een hele leuke winactie. In samenwerking met Kiki en Gaudi op mijn Instagram te staan. Heel erg leuk. Ik weet 100% zeker dat jullie die winactie heel erg leuk gaan vinden. Dus hou mijn Instagram sowieso in de gaten. Ik ga eventjes mijn make-up er een beetje afhalen. Of althans in ieder geval mijn gezichtsmake-up van vanmorgen. En dan ga ik eventjes mijn spullen pakken. En dan ga ik naar Milan en blijf ik daar slapen. En trouwens, ik weet niet of ik dat net had verteld tijdens het foto's maken. Maar ik had dus deze ketting afgelopen week gekocht. Van bij Nook.
en trok hem echt zo kapot. Dus ik heb ze een berichtje gestuurd of, ja, of er iets is waarmee ik het kan maken of zo. Want ja, er is dus ook dat ringetje waarmee je moet maken, zeg maar, dat is dus weg. Dus ja, ik hoop dat daar nog iets mee kan. Anders heb ik een kettingje voor 30 euro voor niks. Dus dat. Mijn ringen doe ik wel ook eventjes afgelijk. Gezichtje weer lekker schoon. En dan ga ik eventjes mijn tas pakken voor het slapen vanavond. En ik moet ook even kleren mee voor morgen. Maar ik weet niet wat voor soort kleren. Of ik gewoon een trui lekker aantrek. Zo, ik heb het trouwens echt koud. Het is echt koud in mijn kamer. Ik wil zeggen, ik weet niet of ik morgen iets wil doen, maar we kunnen vrij weinig doen. Maar het is misschien wel leuk om een beetje leuk uit te zien. On his birthday. Nee, ik doe wel mijn rooi is bij mijn rans aan, want in dat shirt zit ook rood. Dus dat is wel leuk. Ik doe gewoon de broek aan die ik nu aan heb morgen. Deze schoenen. Dit shirtje. Deze. Hier zit ook een beetje rood in, dus ik dacht dat is wel leuk. Deze broek erbij. En dan gewoon mijn spijkerjasje. Die doe ik zo meteen op de scooter naar Miel ook aan. Nou, make-up. Make-up remover en zo heb ik bij Miu staan. Ik moet wel mijn laptop eventjes meenemen voor als ik morgen die video moet bewerken misschien. Ja, laptop mee. Trouwens dat ik morgen niet ga vloggen. Want het is morgen natuurlijk Miu's verjaardag. En Miu is niet heel erg van het vloggen. Dus ja, ik ga dan niet heel de dag op zijn verjaardag vloggen als hij dat niet... Ja, als hij niet van vloggen houdt. Maar ik heb natuurlijk vandaag een extra video opgenomen. Dus ik denk dat ik die dan woensdag erop gooi. Want woensdag zou natuurlijk eigenlijk een vlog van maandag moeten komen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Want ik wilde eigenlijk vrijdag die extra... Nee, ja, ik wilde eigenlijk die video op vrijdag extra plaatsen. Maar ja, dan is er woensdag geen video. Nou, ik moet nog even kijken. Maar ik denk dat woensdag dus die extra video komt in plaats van vrijdag. Ik hou lekker deze trui aan. Ik neem een joggingbroek mee naar Miel. Want ja, daar leef ik in joggingbroeken. Oh, deze zit onder de make-up. Oh. Oké, ik heb hier Miu's cadeau. Ik zal ze nog eventjes een keertje laten zien voor de mensen die ze nog niet hadden gezien. Maar het zijn dus Yeezy Boost 350. En volgens mij is dit de kleur Teal Light of zoiets. Ik heb geen idee. Maar het zijn dus de grijze met, de, ja, met het oranje dingetje hier. En donderdag komen mijn Yeezy's binnen. Echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Ik ga even eens kijken of we beneden nog inpakpapier hebben, maar volgens mij niet. Nou, dan heeft hij maar gewoon lekker pech. Wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en ja, tot morgen.